Hey, goedemiddag, ik ben Werner. Tijdens ons big event hebben wij een spectaculaire rallyauto hier staan. Loop mee, dan ga ik wat vertellen. Geen glazen ramen, maar plastic om gewicht te besparen. Een klein luikje om toch wat frisse lucht te krijgen en eventueel je Big Mac. Aan de binnenkant, als de Big Mac binnenkomt, hebben we carbon delen. Dat één stuk, allemaal weer voor het gewicht. Een enorme rolkooi voor de veiligheid. Een speciaal stuur, dichter naar de coureur toe. Met bepaalde knopjes waarin het digitale instrumentenpaneel afleesbaar is. De speciale stoel met niet een normale 3-puntsgordel, maar met een 6-puntsharnas. Zodat de coureur en bijrijder enorm goed vastzitten. Omdat ze natuurlijk als een malloot idioot over de wegen gaan. Kei en keihard. Aan de achterzijde hebben we een snelsluiting. Waarmee je de achterklep al snel open doet. Hier liggen normaal de reservevelgen. Als je een lekke band hebt, kan je snel vervangen. Een krik en de volledige rolkooi zichtbaar. Zodat je over de kop kan gaan en toch blijft leven. Alles voor de veiligheid voor de coureur en zijn bijrijder. Als je mee wil rijden, kom je op deze plek te zitten. Ik pas niet, maar jij kan deze plek wel winnen door het formulier in te vullen online of bij ons in de showroom. En dit wordt dan jouw plekje. Je wordt de bijrijder in deze rallyauto. Je ziet ook hier een speciale stoel, speciale sluitingen voor je riemen. Aan de binnenzijde zie je een sequentiële versnellingspook. Hiermee kan je zonder te koppelen van versnelling wisselen en weer terug en een speciale handrem om nog strakkere bochten te nemen. De brandblusser zorgt dat je ook veilig bent. En hier de carbondeurtjes. Om af te remmen bij de hoge snelheden hebben we hele speciale remmen. Carbonblokjes erin, AP, 6 zuigerige remklauwen. Speciale plakkende semi-slicks van Michelin. Hierbij ga je nog harder de bocht. Ervaar je enorme G-krachten. Dit is gewoon kauwgom op een velg. Dan aan de voorzijde. Geen sleepoog, maar een speciaal... Ja, hoe noem je dat? Een rode band. Want als je dat van de weg af raakt, ja, dan moet je natuurlijk wel weer of door de toeschouwers of door de sleepdienst weggehaald kunnen worden. Alles sterk en knalhard. Dan hebben we hier het beest onder de motorkap. Een 1.6, 190 pk, 190 Nm met een versnellingsbak die aangepast kan worden op de ondergrond. Dus bij onverhard minder snel maar hard optrekken. Bij asfalt hogere topsnelheden en snel wegtrekken. Speciale vering, alles is aangepast om redelijk klaar te zijn om gewoon helemaal hufteproef mee te kunnen. We hebben hier nog een speciale stekker. En allemaal drukknopjes. Hier kunnen nog de grote lampen op, dat ook 's nachts wordt er gereden en dan moet de hele weg moet verlicht zijn. Zodat je goed kan zien en zo snel mogelijk weer de bochten kan nemen. Om ook zo snel mogelijk te kunnen rijden zijn de spiegels zijn kleiner gemaakt, zodat je minder luchtweerstand hebt. Er zit geen airco in, geen verwarming. Maar via deze hoedschroep op het dak komt er alsnog koude lucht binnen. Nou, vind je het nog steeds leuk? Dat die auto hier staat, kom kijken, kom bij ons, hij staat er nog 2 weken. Pak het formulier en schrijf jezelf in. Maak kans om mee te rijden of ga online naar onze website.